Goedemorgen. Morgen. Bedanken voor jullie inzet van de afgelopen maanden. Ik hoop vooral dat jullie heel veel plezier hebben. Nou, we zijn hier met Football Makes It Happen, een stichting die zich inzet voor zieke kinderen. En we hebben 36 lopers bereid gevonden om voor ons in Rotterdam te gaan hardlopen. Dus we willen hun graag een check overhandigen, een beetje symbolisch om te kijken van hoeveel ze met z'n allen hebben opgehaald. Ja, er zijn ook een aantal lopers die meelopen die een eigen verhaal hebben wat betreft met zieke kinderen of zieke ouders. Dus die doen het inderdaad wel en natuurlijk voor de stichting, voor het goede doel, maar ook met hun eigen doel. Ja. Eigenlijk is het ontstaan doordat ik marathon ben gaan lopen voor Kika in New York. Toen heeft Henk mij gesponsord en zo is ook de stichting ontstaan en daarom doe ik vandaag ook mee. Niet iedereen heeft heel hard getraind. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die eigenlijk geen tijd voor hadden, maar die de 10 kilometer wel op adrenaline gaan lopen. Ik doe eigenlijk mee omdat mijn eigen stad is, waar ik geboren ben en voor de kinderen. Heb je wel eens gelopen hier? Ja, hier een beetje naar de kroeg, hè, Stadhuisplein en alles. Ik zou eigenlijk meelopen met de 10 kilometer. Helaas heb ik een acute knieblessure opgelopen, waardoor ik niet meer mee kan lopen. Maar ik denk, het is leuk om mee te maken. Ik heb er zo lang voor getraind. Ik heb een fototoestelletje bij me. Gaan we dat maar doen, toch? Anderen helpen. Ik loop mee voor de stichting natuurlijk, want wat hun doen vind ik een fantastisch iets om aan mee te werken. En ik probeer me zoveel mogelijk in te zetten voor de stichting. Ik zag met wat voor passie hun dat deden en dat raakte me gewoon heel erg. Want ik ben een gevoelsmens en ik vond het zo mooi. En ik had zoiets van, hier wil ik echt veel voor doen voor deze stichting. Ik zat achter in de bus. En we hebben alleen maar gelachen de hele route en het was gezellig en grapjes gemaakt. Iedereen steunt elkaar en gewoon een fantastische groep hebben we. Via de WhatsApp groep, het is alleen maar lol met z'n allen. Het is altijd gezellig, nooit gezeur, nooit gezeik. Elkaar mentaal steunen, dus we komen er wel. Gezellig, dus echt een hele toffe groep met z'n allen. We hebben schitterend mooi weer erbij en het wordt een hele gezellige dag. We hebben een hele leuke club, dus het wordt super. Ik heb een foto maken. Ik heb een foto maken. Ik heb een foto maken. Ik heb een foto maken.